Yo gasten van het Gameportaal, welkom allemaal bij deze nieuwe video op het Gameportaal. Vandaag doen Roland en ik eventjes wat anders. Roland en ik zijn namelijk gevraagd om een award uit te reiken op de Dutch Gaming Awards. Dat is een grote show waarin allemaal verschillende Nederlandse game developers awards kunnen winnen voor verschillende dingen. Dus voor beste graphics, voor beste verhaallijn. En Roland en ik zijn uitgekozen om een award uit te reiken voor beste YouTube game. Dan zijn er 4 games genomineerd. De 4 genomineerde games in onze categorie zijn Fru. De game heet letterlijk Fru. De volgende titel is R.A.D. Oftewel Rad, Curve Fever en Lieve Oma. 4 games. En om te kunnen beslissen welke van deze 4 games nou het leukste is voor YouTube, moesten we ze natuurlijk even spelen. En dat ga je zien in deze video. Ronald heeft 2 games gedaan. Ik heb 2 games gedaan. Ronald is op kantoor geweest bij de mensen van de Dutch Gaming Awards, want Ronald had een beetje de speciale games met Kinect en VR. En ik heb gewoon lekker thuis hier achter mijn computertje de andere 2 games opgenomen. En we gaan nu dus naar een kleine compilatie kijken van alle 4 die games. Smash alvast op het duimpje omhoog en let goed op, want jij mag natuurlijk ook gewoon voor jezelf beslissen welke van deze 4 games moet winnen. Alright, genoeg gepraat. Laten we gaan beginnen. Take it away. Alright, dit is een spelletje genaamd Lieve Oma. Dat is wel een leuke, gezellige naam voor een game. Lieve Oma. Maar het zegt helemaal niks over de game. Tenminste, buiten dat het waarschijnlijk een Lieve Oma in zit. Laten we gaan beginnen. Kan ik rondlopen? Oh, ik ben een jongetje. Oké, ik kan rondlopen. Oké, ja, deze stijl. Ik vind het echt wel cool dit, hoor. En ik vind het cool dat er voetstapjes blijven staan. Zo hier in het zak. Klein detail, hartstikke mooi. Oké, eens kijken. Wat kan ik doen? Ik ga maar eens even met mijn Lieve Oma. Oh, mijn oma is hier al. Alright, there's nobody else. It seems that's good. Perhaps we're the first of the season of the mushroom here. Haha, let's go. Okay, als ik goed begrijp, heeft die oma dit jongetje nou meegenomen naar het bos om gezellig te lopen. De jongetje had er helemaal geen zin in, want die wilde natuurlijk lekker alleen maar achter zijn computer YouTube-video's kijken. Gezellig. Alright, lieve oma, waar wil je naartoe? Het vindt wel een beetje sneu dat dat jongetje helemaal geen zin hierin heeft. Ik bedoel, die oma die moet het hebben van de kleine dingetjes. Dus dit moet even kunnen. Alright, we lopen gezellig door het bos heen. Over het pad. Wel lief dat oma altijd op mij wacht. Oh, ik kan ook rennen. Miau, miau. Wat gebeurt als ik wegga van oma? Doei, sorry. Oké, dit is wel grappig. Ze zei net, weet je nog dat je vroeger altijd hier in het bos kwam om hutten te bouwen? En toen zei die jongen, ja, dat is lang geleden. En nu zegt ze, volgens mij is dat wat je nu in die blokkerige computergame doet tegenwoordig. Oftewel, Minecraft. Oké, oma rekt jongetje gewoon hard nu. Hij is gerekt, jongen. Badass oma, het bos houdt hier op. Wat gaan we doen? Oh, we gaan verder naar een ander gedeelte van het bos, volgens mij. Oké, wat we nu doen is het eigenlijk alleen maar een beetje lopen door een bosje. Ik vind het wel heel mooi en heel kunstig of zo, maar wat moet ik met die glinstertjes? Kan ik daar niet gewoon iets mee? Ik moet mushrooms plukken, toch? Hoe kan ik mushrooms plukken? Oh, oké. Nou heb ik hem opgepakt. Oké. Was dat wat ik moest doen? How's it going, sweetie? Having fun? Alright, hier moet sowieso nog ergens een paddenstoel te vinden zijn. Haha, daar is een paddenstoel. Oma, aan de kant. Oké, en nu? Volgens mij zijn hier nog meer dingen, want het loopt hier een beetje rond zo, het pad. Ik wil echt even weten wat er gebeurt als ik nou gewoon wegloop. Doei, oma. Oh, ik kan ook gewoon echt weglopen van mijn oma. Dat is best wel cool. Word ik nou straks opgegeten door een wolf of zo? Hallo? Is er iemand? Dit is de rand van het bos, maar hier is dus niks meer. Dit is de oneindigheid hier al. Oké. Ja. Oh, daar zie ik weer nieuwe paddenstoelen. Die moet ik gaan plukken. Let's go. Pak die paddenstoelen. Bam, 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 bam. Boom. Extra paddenstoel. Bam, nog een paddenstoel. Daar, oh. Come on. Kijk. Oeh, dat is een flinke. Dat is een flinke. Bam, bam, bam. Oh, hoppatee. Oeh, het is een grote, een speciale. Oh, wat zegt oma daarvan? Oma? Oh, en ineens is het 20. Oh. Huh? Volgens mij is het een beetje een raar verhaal of zo. Dat je dan een flashback hebt. Dat je nou ouder bent. Dat je nou weer paddenstoelen gaat zoeken. Maar dat kan toch helemaal nou niet? Want dat kan niet. De paddenstoelen zijn weg. Het is winter. Oké, grandma is ouder. En kan niet meer komen om paddenstoelen te zoeken. Dus doe ik het nu zelf maar of zo. Ik heb geen idee. Maar jongens, ik zou het heel graag willen spelen. Maar het is een beetje slow. Ik ga door met de volgende. Oké, ik speel vandaag met jullie een spelletje genaamd Fru. Dat is iets met een Kinect. Ik heb nog nooit met een Kinect gewerkt. Dat moet ik eerlijk zijn. Zelf ken ik het spelletje wel een beetje. Ik heb het al gezien op andere YouTube-kanalen. En vandaag mag ik het eindelijk een keertje zelf uitproberen. Ik ben heel erg benieuwd. We gaan gewoon meteen beginnen. Als ik een stapje naar voren doe, zie ik dat er een platform verschijnt. En dus ik ben een soort van hulpmiddel om naar de andere kant te komen van het level. Het is echt heel grappig. Als ik nu mijn voet weghaal, dan val ik naar beneden. Zo, ik ga even breed staan, zodat ik een heel groot platformpje heb. Oké. Daar gaan we. En spring. En we hebben het level gehaald, hoor. Hel ja. Hey. We hebben nu een platform naar boven gegaan. Oké, langzaam. Langzaam. Ik loop nu als een pingwing naar boven. Loop weer naar voren. En we hebben weer een level gehaald. Hey. Ik ben niet zo goed in. Oké, we moeten weer proberen naar boven te komen. Waar is het volgende platform? Het volgende platformpje is hier. En we springen naar boven. Waar moet ik heen? Waar is het? Oké, ik moet hier naar beneden springen dus. Want hier is blijkbaar geen platform. En we hebben het gehaald. Er moet hier waarschijnlijk ook wat zijn. Ik moet klimmen. Hoe klimmen? Oh, waarschijnlijk kan ik hier klimmen. Oh. Ik heb het gehaald. Oké, ik ga hier naar voren. Ik sta op mijn voeten helpen. Mijn wiel. Oh god, hoe ga ik dit doen? Hoe ga ik dit doen? Ja, ik doe het goed. Oké, niet vallen.
Dan kunnen we hier binnen boven. En als ik nu rechtop sta, kom hier langs. Nee, wat doe ik? Wat deed ik hier nou weer? Dit was echt heel slecht. En moeten we hier nu weer springen? Hier weer springen? En dan moet hier ergens waarschijnlijk weer een plat. Oh, ik kon gewoon rechtdoor lopen. Is dit serieus? En we hebben weer een leveltje gehaald, hè? Het is zo maf, dit. Oké, hier is een plat. Oké, ik ga naar voren. Zo, op de knieën. Moet ik dit weer weghalen? Oh, dit is zo lang. Oké. We gaan naar boven. Hoe ga ik dit doen? Oh nee. Nou, ik was bijna doodgaan in de muur, maar ik heb het gehaald. En we hebben weer een leveltje gecomplete, hoor. Oké, hier is een muur. En als ik hier sta, is er geen muur. Waar de fuck moet ik heen? Oh, wacht, ik kan hier gewoon naar beneden springen. Oh, toch niet. Kan die op mij staan? Ik heb geen idee, we gaan het zien. Ik heb het gevoel dat ik over me heen moet lopen, dus ik ga er zo voor. Ik denk niet dat dit... Oh, het is ook nog echt zo! Oh! Maak mijn arm langer en ik kan nu weer verder lopen. Ik ben er nog best wel goed in, denk ik. Hier is weer een platformpje. Daar springen we even op en dan kunnen we hier meteen doorspringen. We moeten uitkijken dat we daar niet vallen, dus we gaan hier weer staan. Hoe ga ik dit nou weer doen? Oké, we gaan onderdoor kruipen. Langzaam. En rennen! Sprinten en we hebben weer een leveltje gehaald. Hoe ziet het er vanaf jouw kant uit? Ik begrijp echt niet wat je doet. Even kijken, wat moet ik hier doen? Er moet hier wel een platformpje staan waar ik op moet staan? Nee, zou ik door me heen moeten springen? Oh. Ik weet niet wat ik heb gedaan, maar ik heb het blijkbaar gehaald. Ik ben goed. Oh, waarschijnlijk moet ik hier dit weer doen. Ik ga ervoor liggen. Ja, dat was het dus. Langzaam, we gaan het halen. Ja hoor. Langzaam, we gaan lopen even naar voren. En we hier springen gewoon. Ja, I did it. Oké, we hebben het level gehaald. Weet je wat? Ik heb genoeg vroeg gespeeld voor deze keer. Ik vind het wel leuk. Ik ben zelf geen sporter, dus ik zie dit maar deze keer als een sport. Yes. Oké, en deze game heet Curve Fever. En deze ziet er wel ook heel gezellig. Deze game, ik heb geen idee wat ik hiervan kan verwachten. Maar je kan dus gewoon online spelen. En dat is super vet. Dus dat linkje trouwens van alle games die gespeeld worden in de beschrijving. Username Timo. Bam, yes, let's go. Welkom Timo. Alright, laten we een potje gaan joinen. Ik ben benieuwd, ik zie al deze blije poppetjes. Maar het lijkt wel slangetjes of zo. Wat is dit? Wat is dit? Oh, ik kan een Oh my god, dit lijkt net op Slitter. Dit is net alsof het Slitter is of zo. Slitter.io. Ik neem aan dat ik de zijkantjes niet mag raken, jongens. Kut. Ik heb mezelf geraakt. Ik heb wel bijna een perfect rondje gemaakt. Dat is wel knap. Oké, dus dat is de bedoeling. Het is een Slitter met power-ups zitten er ook een soort van in. Oké, laten we dan deze kant op gaan. En een mooie baan creëren. Hier. Hoppa. Ik hoop. Oh, yo. Oh my god. Oh, zo doe je dat met die gele dat je ineens sneller bent. Die heeft ons gewoon altijd gekild net. Oké, ik zit dus nu tegen mensen te spelen die het gewoon allemaal al snappen. En ik zit hier gewoon. Ik heb ook nog nooit Slitter echt gespeeld. Dus ook daar ben ik niet zo goed in. Oh, maar het is wel echt best wel moeilijk dit, kan ik wel zeggen eigenlijk. Oké, en nu kan ik met die speed hier al. Wat kan ik daarmee? Kan ik jou er afsnijden? Ja, dan kan ik jou zeker afsnijden als ik zo doe. Wat? Ik had kunnen winnen. Oh my god, ik had die gele sowieso gehad. Oh, wat stom. Ik had die gele sowieso gehad. Ik dacht echt, wow, ik ga iemand killen hier, oh. Zoals jou nu hier. Oh, we zijn altijd doodgaan door die oranje. Oh, wat dom. Maar ik heb zo'n gevoel, aangezien ik net ook al bijna gewonnen had, dat me echt toch wel een keertje kan lukken om te gaan winnen straks. Terug. Nee, kut. Ik had bijna gewonnen. Die gele was beter. Oh, kijk hoe klein hij nu ook is. Ik ben derde. Dat is wat. Ik weet niet hoe van de vijf. Maar oké. Volgens mij kun je dit spel dus nu al spelen. Dus het linkje in de beschrijving, jongens. Ga het even checken. Het is echt lachen. Oké. Ja. Ik ga goed. Ik ga lekker. Ik ga het niet meer halen nu. Ik ga het hartstikke dood hier. Let's go get him. Let's go die do. Huppatee. We gaan gewoon door onszelf heen. Er is weer iemand dood. Kut. Was ik weer tweede? Nee, ik was weer tweede. Oh, ik werd de hele tijd tweede. Oké, nu ga ik me er gewoon op richten om gewoon niet geraakt te worden door iets. Dus ik ga gewoon hier op mijn gemakkie mijn slangenpadje achterna. Kut. En dan komt die blauwe daar ineens voor. Die blauwe is echt goed. Want die blauwe wint echt alles, jongen. Die blauwe heeft tot nu toe volgens mij bijna elk potje gewonnen. Ik weet niet hoe we dat gaan doen. Oh, de blauwe is dood. Kut, ik zat op de blauwe te letten of die dood was of niet. Anders had ik kunnen winnen. Oh. Kijk, ik ga hier gewoon tussen andere slangen door. Kijk, ik heb het allemaal door. Hoe dit spelletje nu werkt. Kijk, en dan. Hoe? Heb ik. Oh, ik had de blauwe gekild. Ik had hem gekild, maar toen lette ik vervolgens niet meer op. Ik was te blij dat ik die blauwe gekild had.
Ah, ik ben weer derde. Oh, connection lost. Dat is best wel jammer. Maar voor nu, ik vond dit serieus wel een leuk spel. En dit heeft volgens mij ook wel goede YouTube-potentie, dit. Natuurlijk omdat het op Slither en op Agario lijkt. Maar dat maakt niet uit. Ik vind dat het veel meer te bieden heeft dan dat. Dus op zich is het weer een leuk spel. Ik weet niet waar je staat, maar de volgende game die ik ga spelen is Red Dead en Virtual Reality Bril. Ik heb de HTC Vive op. Deze heb ik al geprobeerd in Los Angeles destijds. Oké, ik ga meteen starten. Ik denk op start. Want we gaan namelijk de tutorial doen. Oké, ik moet een drone kapot maken. Oké, goed gedaan. Yeah, dat was een mooie knal, jongens. Ik heb geen flauw idee wat ik aan het doen ben trouwens, hè. Oké, ik wil nog een keer een zwaard. Hoe kwam ik daar? Oh, yes. Maar als ik op dit knopje druk, krijg ik een zwaard. Als je door de lasers heen gaat, voel je echt zo'n trilling. Oké, ik ga naar beneden, jongens. Laat het beginnen. Kom maar op, waar is iedereen? Kom jij. Ik ga op je schieten. Kom hier achter. Ja, die is er. Oh. Waar zijn jullie allemaal? Kom maar op. Oh, hij doet niks! Nee, wat doe ik? Oh shit, wat doe ik? Oké, waar is iedereen? Ik moet echt uitkijken. Ik heb geen flauw idee wat ik hier moet doen. Waarom komen die monsters niet aan me toe? Kunnen jullie afmaken? Oké, hier komen ze weer hoor. Kom maar op, waar zijn jullie allemaal? Wie wil er met me... Oh, jullie willen met me vechten, hè? Hier, bam. En bam. Bam, op. Fuck. Ik sloop me kapot. Hier, jij mag ook dood. En bam. Blijkbaar zijn dit de monstertjes die ik moet beschieten. En de rest moet ik, die naar me toe moet komen, moet ik verslaan met mijn... Ja! Jij mag dood. Jij mag ook dood. Jij mag dood. Jij mag dood. Oh. Oké, we doen het best wel netjes. Je weet niet wat je mist, Miranda. Zo, en tot zover alle vier de genomineerde games. Ik hoop dat jullie hebben kunnen zien wat de games nou precies inhouden en hoe ze zijn. Nou hebben Ronald en ik dus al een persoonlijke voorkeur en ook al wel een beetje een winnaar. Die gaan we natuurlijk nog niet verklappen, want die gaan we bekend maken op de Dutch Gaming Awards op dinsdag uit mijn hoofd. Maar wij zijn natuurlijk ook heel benieuwd welke game jullie nou de beste vonden. Dus laat het even lekker achter in de reacties. In de beschrijving zullen ook al een 1 of 2 of 3 van die games die je net gezien hebt staan. Dus als je ze zelf ook nog even wil spelen om even te kijken of het misschien toch wel of niet iets is, dan kan dat in de beschrijving. Bedankt voor het kijken naar deze video. Houd onze social media in de gaten om te kijken welke game nou uiteindelijk gewonnen heeft. En dan zeg ik bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Ciao!